Yes mensen, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie zien, geen FIFA, maar een ander spel. Daar kom ik later op terug, want ik wilde jullie vandaag even een update geven over wat ik op het kanaal ga doen. Want ik ben nu bezig met League SBC to Glory. Dat is een serie waarin ik probeer gewoon vanuit een lege club League SBC's te voltooien. Maar ik merk de laatste tijd wel dat het moeilijk is om 2 keer per week een interessante video te maken. Aangezien ik wel heel veel bronze packs moet openen en toch pakketten tussendoor open. En dan kan ik niet elke maandag en vrijdag zeg maar een goede video klaar hebben waar die ook echt daadwerkelijk interessant zijn om de moeite waard om te kijken. Dus vandaar dat ik nu heb besloten om, of dat had ik al eerder besloten, om een extra spel bij te doen voor op de maandag. Het rooster wordt dan wel iets anders, want dat wordt dan op dinsdag ga ik dat uploaden. En League SBC The Glory ga ik op zaterdagmiddag doen, omdat ik dan ook de content van vrijdagavond mee kan nemen. Dus dat wordt een beetje de planning. Als het goed is, over 1 week of 2 weken, dan is de database van 2022 klaar. Dat wil zeggen dat we dan dit spel kunnen gaan spelen met de ploegen en de renners van 2022. Wat wel het leukste is. Ik dacht, ik kan al beginnen, maar dan heb je dus niet de ploegen en de renners van 2022. En het seizoen is net begonnen. Het is namelijk Pro Cycling Manager, dit spel. Wat kan ik erover zeggen? Het is eigenlijk een soort wieler. Simulatie. Zoals je kan zien, je hebt verschillende modussen. Je hebt een carrière modus. Dat is eigenlijk een soort carrière modus op FIFA. Of misschien kun je het beter vergelijken met Football Manager. Dat heb ik zelf nooit gespeeld, maar daarom durf ik het ook niet echt te zeggen. Pro Cyclist, daar kun je gewoon zelf een renner maken. Dat is wel wat je op FIFA hebt. Je dat ook. One-off race, dat is gewoon één koers die je dan kan kiezen. En baan, dat is niet zo heel interessant op dit spel. Dus dan gaan we een carrière modus doen, wat mij heel leuk lijkt. Multiplayer, dat is ook op dit spel een beetje vaag. Ik kan wel even snel laten zien. Dit is de database die ik heb gebruikt voor 2021. Kan ik wel even snel laten zien hoe het er ongeveer uitziet, een carrière modus. Laat me vooral ook weten, lijkt dit een interessant concept? Vind je het spel überhaupt leuk? Ken je het spel toevallig al? Of dat soort dingen. Daar ben ik wel benieuwd naar namelijk, want kan het natuurlijk ook gaan uploaden, maar als er vervolgens niemand kijkt en niemand vindt het interessant, dan heeft het ook geen zin om het te uploaden. Maar ik had al wel begrepen dat er wel een aantal mensen waren die het interessant leken. Ja, hij begint in ieder geval te laden. Nogmaals, dit zijn dan teams van 2021, dus het klopt niet helemaal met wat de werkelijkheid nu is, want het is allemaal van vorig jaar. Want een wielerseizoen dat gaat van januari tot en met november, zeg maar, in plaats van vanaf zomer tot zomer, zeg maar. Ja, je hebt dus 3 verschillende categorieën. Je hebt de World Tour, je hebt de Pro Series, eigenlijk de Pro Continental en je hebt de Continental Tour. World Tour is het hoogste niveau. Waarschijnlijk ga ik hier ook een team uit kiezen om mee te beginnen. Ik zat aan het denken aan Israël, Saddam Nation of een ander team wat niet al te goed is, maar waar we wel, zeg maar, gewoon een beetje competitief mee kunnen zijn. Ja, het enige verschil met dit jaar is eigenlijk dat QBK nou niet meer bestaat. Maar voor de rest zijn alle teams nog redelijk intact. Dan heb je ook nog een lager niveau. Dat zijn wel teams die ook met andere wedstrijden mee mogen doen in de World Tour. Maar ook kleinere wedstrijden fietsen en zo. Dat lijkt me dan iets minder interessant om dat te doen. Vervolgens kun je ook nog in de Continental teams. Dat zijn vooral plaatselijke teams. Die bijna niemand kent eigenlijk, die vooral een beetje opvulling zijn voor de wedstrijden. En dan kun je ook nog aangepast, dan kun je ook nog zelf een team, kun je ook nog een nieuwe sponsor kiezen die je dan wil zijn. En dan kun je daar mee beginnen en dan kun je hier ook een team maken met precies alle renners die je wil hebben. Dus wat dat betreft is carrière modus, kan wel eentje opstarten, dus je in ieder geval een beetje kan zien wat hoe het eruit ziet. En misschien denk je van, nou ja, dit lijkt me wel interessant of dit niet. Kun je er ook een beetje een mening over vormen of je het daadwerkelijk wil gaan volgen natuurlijk. Mij leek het wel leuk om dit erbij te doen. Ook omdat ik dan 2 verschillende series naast elkaar kan doen. Dus dan doen we hiermee een carrière modus of een pro cyclist. Dus dat je een renner maakt en dat we die dan zo goed mogelijk maken. Dat kan ook. Maar mij leek de carrière modus wel het leukst om mee te beginnen. Zoals je ziet, je hebt al heel veel verschillende informatietapjes. Ja, als hij helemaal geladen is, dan zal ik wel even laten zien wat je precies allemaal kunt doen. Hier zie je de berichten, moraal van de renners. Ja, dat is nu allemaal normaal, maar dat is ook wel een beetje vanzelfsprekend.
Hier heb je ook informatie welke renners er ook geblesseerd zijn en zo. Recente uitslagen, daar komen al uitslagen als je iets gereden hebt. Dit is gewoon het dashboard zoals je hier ziet. Je hebt sponsors, daar kun je dan een beetje je doelen instellen van wat wil je halen. Nou, ik heb nu Jumbo-Visma even gekozen. Die willen dus eerst in de Giro worden, eerst in de Tour en eerst in de Vuelta. Dus die willen eigenlijk dat je alle drie de grote rondes wint. Dat is een beetje overdreven, maar dat maakt niet zoveel uit. Hier met je materialen kun je ook nog wat dingen doen. Ik ga nu even heel snel doorheen. Nationale selecties voor Europese kampioenschap en wereldkampioenschap kun je ook kiezen. Waarschijnlijk als je Jumbo-Visma kiest, dan kun je kiezen tussen de nationaliteit van je beste renner en de nationaliteit van je sponsor volgens mij. Dus dan wordt dat hier tussen Nederland en België of Nederland en Slovenië zoiets. Hier kun je je team zien, kun je je vaardigheden zien. Dan kun je zo precies zien voor elke renner waar ze goed in zijn. Dat zijn gewoon de statistieken. Als je bijvoorbeeld hier sorteert op sprint, dan zie je bijvoorbeeld Dylan Groenewegen, die nu natuurlijk niet meer bij Jumbo-Visma zit. Wout van Aert, David Dekker, Mike Tunsen, zo zie je precies wie de goede renners zijn in je team. In sprinten, in tijdrijden, klimmen, hardrijden, dat soort dingen. Dat is allemaal wel belangrijk om te weten aan het begin van het seizoen. Contracten, daar moet je ook mee bezig zijn. Trainingen ook, om je renners natuurlijk beter te maken. De vorm is ook, bestaat ook uit verschillende onderdelen. Hier ga je aan het begin van het seizoen heel veel tijd aan kwijt zijn, de planner. Want hier ga je dus alles invullen voor jouw renners. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil voor deze race moet ik 6 renners hebben. Dus dan ga ik gewoon willekeurig 6 renners ga ik gewoon invullen. En dan kan ik die race rijden met deze 6 renners. En dan kun je ook zien hier aan de rechterkant hoeveel renners je hebt per ding en zo. Dus dat is ook wel een ding. En dan heb je ook nog doelen. Dus hier kun je voor elke renner zien welke doelen ze hebben. Dus daar hebben ze dan een vormpiek, waardoor ze daar extra goed zijn en extra goed kunnen presteren. Hier kun je dat per renner individueel aanpassen. Dus als je zegt, we gaan naar de kopman, Roglic. Nou, dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik wil, omdat mijn sponsor wil dat ik de Giro ga winnen. Ja, dan moet ik wel Roglic erheen sturen. Dus dan ga je naar mij, ga je naar de Giro, doe je toevoegen. En dan zie je, de Giro is toegevoegd en daar heeft hij nu die groene piek. Je ziet wel, hij heeft hier een hele grote, lange, groene piek. En dat is meestal niet goed voor een renner, want dan gaat hij niet goed presteren, omdat hij dan oververmoeid raakt. Dus daar moet je dan ook een beetje rekening mee houden. De staf, dat is ook voor het trainen. Ook scouts en teamarts. Trainingskampen kun je plannen. Hier nogmaals, materiaal kun je meedoen aan ontwikkelingsprogramma's. En de jeugdopleiding. Elk team heeft een opleidingsteam. Jumbo-Visma heeft dat wel. En anders kun je dat gewoon hier aanmaken. En dan kun je het nog verkleinen, vergroten. Je kan zeggen hoe specifiek het moet zijn met scouten en zo. Nou, hier vind je alle uitslagen, klassementen, dat soort dingen. Ja, hier zie je een beetje wat mensen gewonnen hebben over de jaren heen. Dat is allemaal niet zo interessant, vooral als je al lang gespeeld hebt. Dit zijn archieven, dat kun je kijken wie er in het verleden dingen hebben gewonnen. Dat is ook allemaal niet zo interessant eigenlijk. Dit is wel interessant, het promotiedegradatiesysteem. Het is namelijk zo, je hebt een World Tour met 19 teams, je hebt een Pro Continental met 19 teams en de rest is allemaal Continental. En op het eind van het seizoen, ik zal niet te diep op ingaan, maar op het eind van het seizoen, dan wordt er gezegd van de beste 19 teams, op basis van de punten van de renners die ze volgend jaar onder contract hebben, dus niet dit jaar, maar volgend jaar onder contract hebben, die beste 19 teams, die gaan in de World Tour en de 19 teams eronder gaan in de Pro Continental en de rest in de Continental Tour. Dus het ding is wel, als jij heel goed hebt gepresteerd, maar ayo, goede renners die veel punten hebben gehad, die gaan weg. Dan kan het dus zijn dat jij, ondanks dat je goed gepresteerd hebt en je hebt geen renners voor volgend jaar die veel punten hebben gehaald dit jaar, dan kan het dus zijn dat jij degradeert, omdat jij al jouw renners met punten hebt laten weggaan, zeg maar. Dus daar moet je rekening mee houden. En andersom ook, als jij in de pro-series zit, dan kun jij dus ook veel goede renners uit de World Tour halen, of niet per se goede, maar vooral die veel punten hebben gehaald en daardoor kun je jezelf eigenlijk in de World Tour kopen. Dat kan, hier kun je precies zien de puntenverdeling. Hier ook allemaal informatie, allemaal niet zo heel interessant. Dat is eigenlijk wel een beetje wat ik verteld heb. En hier bij internationaal kun je zoeken naar alle renners. Kun je zien wie er gemiddeld het hoogst zijn, wie de beste klimmers zijn, beste heuvel tijdrijden. Zo, hier kun je ook een beetje zoeken naar bepaalde renners. Als je bijvoorbeeld zegt contract is vrij in 2022, start nu in 2021, maar dat wordt dus 2022 als we die database hebben.
Dan kun je dus zoeken en dan zie je bijvoorbeeld, oh, Alaphilippe, die heeft geen contract voor volgend jaar. Nou, die kun je dan op je shortlist zetten. Als je dan op renner klikt, kun je precies zien welke uitslagen die heeft gereden. Wat de ontwikkeling is van die renner, wat hij in zijn carrière bereikt heeft. Dus hier zie je ook al dat hij wereldkampioen is geworden in 2020, dat soort dingen. Ik heb nu gewoon ook wel op een ander tapje geklikt. En je kan hem dus ook aan de shortlist toevoegen dat je die in de gaten houdt. Je kan hem dus ook gaan scouten. Dus dan zeg je scouten en dan zeg je order geven en dan scout hij die en dan weet je wat het potentieel is. Rest hebben altijd een potentieel tussen 1 en 8. 8 is, dan worden ze een wereldster zeg maar, en 1 dan worden ze niet zo heel erg goed. Nou, dan kun je zo bijvoorbeeld hier renners toevoegen aan shortlist. En dan ga je naar shortlist en dan staat jouw renner daar en dan kun je zo een beetje in de gaten houden hoe al je renners het doen. Transferlijstje, ja, is gewoon wat je ervan verwacht. Hier de onderhandelingen. Dit is de selectie voor 2022. Staan nu alleen nog maar renners die we nu al hebben. Dossiers, dat moet vanaf 1 mei. Dus dat betekent dat je punten moet gaan inzetten om bepaalde renners te kunnen een soort dossier te openen waardoor ze meer interesse krijgen om in jouw team te komen. En wanneer die interesse hoog genoeg is, dan kun je ze daadwerkelijk een contract aanbieden. En dan komen ze bij jouw team als het goed is. En hier kun je dus ook bij elk team zien wie er gaat vertrekken en wie erbij komt. Dus je ziet ook al hier al een paar keer een aantal mensen die einde carrière hebben. En dan heb je hier een lijst met alle transfers. De ziekenboeg is gewoon, kun je zien wie er ziek zijn in jouw team en in andere teams. En hier kun je een beetje zien wat elke ploeg aan het doen is, elk seizoen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de kalender, van welke ritten gaan ze rijden, welke uitslagen hebben ze gereden, de geschiedenis van de teamnaam. Dus zo kun je ook terugkijken van als er een team een andere sponsor krijgt. Want dat kan op dit spel, je kan een andere sponsor krijgen en dan ook een totaal ander tenue krijgen. Dus dan kun je dat hier zien. Ik denk dat dat wel een beetje is voor de carrière modus. Ik denk dat ik er wel genoeg heb uitgelegd nu. En dan gaan we nu eens kijken hoe het spel er in-game uitziet. Want je kan dus ook elke rit daadwerkelijk zelf fietsen. Ik moet nu zelf even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk niet dat ik alles ga fietsen, maar vooral de belangrijke wedstrijden. Dus dan ga ik nu even laten zien hoe het er in-game uitziet. Oké, daar zijn we dan in de laatste etappe van de Tour de France. Ik heb gewoon één wedstrijd aangeklikt en dat was dan deze. En dan kan ik even laten zien hoe alles precies werkt. Je kunt je renners namelijk verschillende dingen laten doen. Dat zie je hier allemaal, hier bij dat balkje. Je kan een renner aanklikken, je kan er meerdere selecteren. Dan kun je er meerdere dingen tegelijk mee doen. Wat ze normaal gesproken doen, ze staan op automatisch. Dus dan houden ze automatisch een beetje positie. Wat je ook kan doen is, zoals je al ziet, aanvallen. Dat betekent dat hij probeert te demareren uit het peloton. Je ziet hier al dat hij nou een beetje wordt tegengehouden. Dus positionering is op dit spel ook best wel belangrijk. En zo zie je, er zijn er meerdere die aan het aanvallen zijn. Dus wat je dan ook kan doen is rechtermuisknop op zo'n andere renner. En dan doe je tegenaanval, zodat hij er een beetje achter gaat rijden. En dan houden ze er allemaal mee op. Dus dan zet ik weer op automatisch. Het is helemaal niet tactisch wat ik nu aan het doen ben, maar ik wil gewoon even laten zien wat je allemaal hebt. De inspanningscursor. Dan kun je gewoon iemand op een bepaald tempo laten rijden. Als je op 99 zet, dan gaan ze uiteraard zo hard mogelijk. Dat is nog niet op demareer tempo, zeg maar, niet op aanvalstempo, maar gewoon het hardste tempo wat ze eigenlijk een beetje vast kunnen houden. Dat kun je bijvoorbeeld doen hier om een renner terug te halen, dat soort dingen. Dus het is echt niet zo dat je die renners specifiek moet vertellen wat ze moeten doen. In de zin van, ze moeten harder, zachter trappen, zeg maar. Maar je kan wel zeggen van, oké, ga nu een bepaalde renner terughalen en zo. Wat heb je nog meer? Je hebt het aanvallen, dat is eigenlijk wat ik voornamelijk gebruik. Bidons halen, dat is gewoon drinken halen voor iedereen. Dat moet je 1 of 2 keer per rit doen. En dan heb je ook nog overnemen. Dan gaat hij gewoon op kop van het peloton, gaat hij gewoon kopbeurten doen en dan zo renners terughalen. Dan denk ik dat het wel is. Verder is het niet zo heel interessant. Hier linksonder kun je van elke renner zien waar ze goed in zijn. Dus dit is een sprint etappe, omdat het helemaal vlak is. Dat zie je rechtsonder dan weer. Je ziet ook de afstand tot de finish. En rechtsboven zijn allemaal instellingen voor de camera's en zo. Kun je ook een helikopterbeelden en zo. Maar dat gebruik ik eigenlijk nooit. Dus ik ga hem nu vooruit spoelen tot, ik denk, 10 kilometer voor de finish. En dan gaan we eens kijken of we misschien de etappe kunnen winnen. Ik denk het niet, maar we kunnen altijd poging wagen. Oh ja, wat ik trouwens vergeten ben te zeggen is dat ik de grafische instellingen zo laag mogelijk heb gezet.
omdat ik wat aan het testen was om die database waar ik zelf ook aan meehelp, om die even goed te kunnen testen, moest ik een paar keer een etappe doen. En ik dacht van ja, als ik die grafische instelling hoger staan, dan duurt het ook weer zo lang met laden. Dus vandaar dat je ook geen huizen ziet en zo. Maar dat is er normaal gesproken in het spel wel, maar dat moet ik dan gewoon eventjes aanzetten. Dus dan spoel ik hem nu eventjes snel vooruit. Zo, en dan zien we of we in de laatste kilometers nog wat kunnen doen. Oké, we zitten nu 6,2 kilometer voor het einde en ik zit nog een beetje ver van achteren. Want je moet wel echt op dit spel zorgen dat je gewoon op tijd voor in het peloton zit. En dat zit ik nu wel redelijk, maar ik denk dat het net een beetje te laat is. Je ziet ook trouwens die plus en min 1 hier en min 2 daar, 0 hier. Dat is gewoon de dagvorm, dus hoe goed ze in vorm zijn op die specifieke dag. Dat staat los van hun echte vorm, zeg maar, in het spel. Dus nu probeer ik een beetje een sprinttrein te maken. En dan probeer ik te kijken of ik deze etappe kan winnen. Je ziet die rode sprintbalkjes, dat is echt een sprintenergie. Die gele balkjes hebben meer te maken met een uithouding. Maar wanneer die rode balkjes op zijn, dan kunnen ze die topsnelheid, zeg maar, niet meer vasthouden. Dus daarom is het wel belangrijk om niet te vroeg aan te gaan, zoals ik nu een beetje aan het doen ben. Maar je ziet al, er komen heel veel mensen overheen. Maar dat komt ook omdat ik niet de beste sprinters heb op het spel. Ik zie zelfs dat de finish niet eens in beeld is. Maar goed, even kijken hoeveel ze gewoon, ja, 9. Ik had ook niet de beste. Elia Vivian is niet de beste sprinter op het spel. Maar goed, ik hoop dat jullie een beetje een duidelijk beeld hebben van wat het spel is. En hoe het eruit ziet, dat soort dingen. Dat vond ik wel belangrijk om even te laten zien voordat we echt daadwerkelijk een carrière gaan starten. Je krijgt altijd zo'n nieuwsbericht en dan kun je daarna altijd even de uitslag kijken. Je ziet wel dat al mijn mensen nog voor in zijn. Dat is altijd op de een of andere manier. Dan eindigen jouw renners altijd heel veel voorin. Maar goed, dat is dus een beetje hoe het spel in elkaar zit. Nogmaals, de carrière modus komt dus aan. Ik denk, ja, volgende week denk ik nog niet, maar ik denk over 2 weken dat het dan zeker wel... aankomt. Dus laat ik vooral achter of je het. Of laat het mij gewoon in ieder geval weten. Of het je interessant lijkt of niet. Of dat je denkt van, nou, misschien kun je toch beter een ander spel gaan doen. Of gewoon FIFA blijven spelen. Of weet ik veel wat. Ik vind het een leuk spel. Dus waarschijnlijk ga ik dit ook wel doen. En ik heb ook wel van andere mensen al gehoord dat ze het heel leuk vinden. Dat het een leuk idee is. Dus dat wordt waarschijnlijk wel de planning. Dus dan hoop ik jullie te zien bij de eerste aflevering van de nieuwe serie.